En dan nu? Hallo kijkers. Zaterdag 24 november aanstaande om 19:30 avond gaat deze voordeur voor het eerst officieel open. Dit is Antoniusplaats nummer 1 en daar komt vanaf begin volgend jaar het nieuwe roze huis van Nijmegen. En wat er dan gaat gebeuren zaterdagavond 24 november is een benefietfeest om geld in te zamelen voor opknapwerkzaamheden, interieur aanschaffen en zo, want er is nog heel veel geld nodig voor het inrichten van dit nieuwe pand. Een van de onderdelen die daar plaats gaat vinden is het eerste officiële Nederlandse homofiel darttoernooi. En dat gebeurt onder andere met vier pijltjes, want nichten kunnen toch al slecht gooien. En ik ga u nu binnen in mijn atelier uitleggen wat precies de spelregels zijn van homofiel darten. Kijkt u even mee. Zo, binnen in het atelier in de Vaassum is het iets warmer. En dan ga ik u nu de spelregels uitleggen van het homofiel darten. In tegenstelling tot het heterofiel darten zijn er twee belangrijke wijzigingen. Het bord hangt iets dichterbij en dat heeft te maken met de werptechniek. Bij het homofiel darten is het alleen maar toegestaan om te werpen vanuit de schouder. Zo makkelijk is het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En voor de eerste Nederlandse homofiele dartkampioen is er een prachtige prijs, namelijk eigen pijltjes en een eigen setje flights.